Een heel goedemorgen, geliefden in de Heer, zowel onze broeders, zusters en ook jeugdigen en in het bijzonder ook degenen die deze dienst zullen volgen op den duur via de YouTube. Ik heet u allemaal een gezegende Sabbat. Ik heb een inleidingsbijbeltekst en dat is in Johannes hoofdstuk 17 vers 1 en daar zegt het dan: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Voordat ik daarin opga, wil ik een verhaal vertellen. Het gaat hier over een jongeman die bij een familiereunie aanwezig was. En hij stelde een vraag over de vroeger en nu. Deze jongeman stelde de vraag, want daar waren ook aanwezig zijn ooms, tantes, zijn ouders en ook opa en zijn oma. En de vraag was, de jongeman vroeg, hoe konden jullie vroeger leven zonder technologie, zonder internet, zonder computer, zonder drones, zonder bitcoins? Zonder mobiele telefoons, zonder Facebook, zonder Twitter, zonder dit of dat, enzovoorts, ging hij door. Toen hij klaar was, stond zijn opa op om het woord over te nemen en ook de rest van de familie te vertegenwoordigen. En hij zei, wel, mijn lieve zoon, luister eens. Gelijk dat de hedendaagse generatie kan leven zonder gebed, zonder waardigheid, zonder medeleven, zonder schaamte, zonder eer, zonder respect, zonder persoonlijkheid, zonder karakter, zonder eigenliefde, onbeleefd en zonder geëerd te worden. Zo is het ook met ons mensen niet geweest. Wij die leefden in de jaren tussen de 1930 en 1980. Wij zijn gezegend, zegt deze opa. En ons leven getuigt van een levendig leven. Hoor eens. Toen wij uit school kwamen, maakten wij ons huiswerk. Pas daarna gingen wij naar buiten spelen. Wij speelden met echte vrienden en niet met internetvrienden. Wij maakten ons eigen speelgoed en speelden ook zelfs daarmee. Onze ouders waren niet rijk, maar zij gaven ons liefde en warmte en geen materiële wereldse dingen. Wij hebben nooit een mobiele telefoon gehad. Ook geen dvd-speler, geen PlayStation, geen Xbox. Geen videospelletjes, geen internet. Gelukkig hadden we wel echte vrienden. In die tijd woonden de families zoveel mogelijk in de buurt van elkaar, zodat zij die in die tijd familie waren, ook als familie konden doorbrengen. Wij stonden weliswaar te kijken naar zwart-wit foto's. Maar je haalde toch kleurrijke herinneringen daaruit. Wij zijn een unieke generatie met veel meer begrip, warmte en liefde. Want wij zijn de laatste generatie die naar onze ouders ook luisterden en hen gehoorzaamden. En die zijn de eerste van wie ook hun kinderen moeten luisteren en gehoorzamen. Wij zijn een zeldzame generatie. Nu dan, geniet van ons en waardeer ons. En leer van ons. Op een dag zullen wij er niet meer zijn. En wat zal er van de wereld worden? Daarom laten wij nu dat het nog kan, het beste ervan maken, zodat wij alsnog iets goeds voor de toekomstige generatie kunnen achterlaten. Mijn lieve mensen, waarom dit verhaal? Hoe wij het als gezinnen en families thuis doen, dit wordt geopenbaard weerkaatst terug in de gemeente. Helaas ziet de ontwikkeling van deze aarde niet zo pluis uit. Het gaat helaas steeds erg hard achteruit. Niet zo lang geleden heb ik dit reeds in een andere preek naar voren gebracht. Maar gezien dat de situatie zich steeds meer verergert, voel ik mij gedwongen om dit weer te herhalen. Dat er niks nieuws onder de zon is, maar dat het alleen van kwaad tot erger zal worden. Ruim 2000 jaar geleden heeft de apostel Paulus dat ook opgetekend in 2 Timotheus hoofdstuk 3. Daarvan de versen 2 tot met 4. En hier openbaart hij in 2 Timotheus 3 vers 2 tot en met 4 het volgende. Hij zegt dan: want de mensen zullen liefhebber zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Wanneer zal dit plaatsvinden? Zelfs heeft de apostel Paulus dit gekenmerkt in vers 1 van datzelfde hoofdstuk van 2 Timotheus 3. En hij zegt daar: en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Mijn geliefden, afgelopen woensdag 31 mei 2023 was er een uitzending op de tv geweest. Ik heb het niet zelf gezien, maar in een nieuwsbericht werd dat toch meegedeeld. En het gaat hier over de wetenschappers. De wetenschappers, ze hebben iets geconstateerd. Iets dat ons als gelovigen moet tot nadenken brengen. Wat hebben ze geconstateerd? Dat de aarde is ernstig ziek. Als wij even nadenken, wij verwachten de spoedige wederkomst van Christus. Maar mijn geliefden, de tijd is zeer nabij. Waarom? Ze hadden weliswaar onderwerpen zoals het klimaat, biodiversiteit, het water, meststoffen en luchtkwaliteit. Maar wat is hun opgevallen? Weer een signaal voor ons om ons des te ernstiger voor te bereiden. Waarom? Ze hebben geconstateerd dat 4 van deze 5 genoemde problemen die er zijn, klimaat, biodiversiteit, water, meststoffen en luchtkwaliteit, 4 hiervan zijn al wereldwijd de grenzen overschreden. En dat betekent, Jezus komt voordat wij mensen de aarde vernietigt, komt Jezus terug. Hierin laat het ons zien dat het gedrag, ook wij als christenen, op een grotere, hogere niveau geplaatst moeten worden. Wij moeten meer de Heere gaan waarderen. En de Heere waarderen, dat betekent we houden ook rekening met de natuur. Zoveel dat mogelijk is. Waarom? Dit heeft betrekking op hoe wij met de natuur ook omgaan. Dat is een vorm van ons karakter. En ook wat de waarheid betreft, wanneer het tot ons komt, wat doen wij daarmee? Mijn geliefden, het is tijd dat wij ons beseffen dat de tijd is kort. En ook Satan weet dat. Laten wij de oorspronkelijke bedoeling van God nagaan. Probeer God niet te ondervragen, maar kom weer in zijn wonderbaarlijk licht. En wilt u werkelijk in alle oprechtheid gered of verlost worden, onderwerp u dan nu aan uw Schepper en laat hem u de eeuwige vreugde schenken die hij wil schenken. Hij wil ons opnieuw scheppen. Vandaar ook de titel, dat God houdt ontzettend veel van u. Willen wij vanmorgen dit dieper onder de loep bekijken, dan gaan wij naar het Bijbelboek van Job. En in Job hoofdstuk 38, Job hoofdstuk 38, daarvan vers 1 tot en met 6, daarna 7. In Job hoofdstuk 38, vanaf vers 1 zegt het ons: daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord u als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend, zegt de Heere, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmeting bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft de meetlint over haar gespannen, waarop zijn haar pijlers neergezonken? Op wie heeft daar het hoefsteen neergelegd? En als top van heden, mijn geliefden, de wetenschappers zoeken, maar ze willen niet God de eer geven. En vandaar dat de antwoorden die moeten gegeven worden hier blijven onbeantwoord. Maar wie weet dat wel en geeft de eer? In vers 7 zegt het ook: toen zongen wat de morgensterren samen vrolijk en al de kinderen van God juichten. En daarop kunnen we zeggen amen. Want God heeft laten zien de liefde dat hij heeft voor ons allen. Vandaag nodigt de Heere Jezus ons weer uit. Voordat hij vertrok, toen de discipelen nog een beetje in twijfels waren, hij heeft die twijfels weggedaan. Hij zegt daar in Mattheüs dat alle macht is mij gegeven, zowel in de hemel als op de aarde, mijn geliefden. En hij is bereid om ook het verlossingsplan te mogen delen met anderen, mogelijkheden bieden. Ik wil u vandaag niet onthouden enige citaten van de geest der profetie, en wel uit de lessen uit het leven van alle dag. Het onderwerp daarvan, dat gaat over de parel van grote waarde. Tussen de bladzijden van 66 tot met 68. Op bladzijde 66 zegt het ook: in de gelijkenis wordt de parel niet voorgesteld als een geschenk. De koopman kocht deze ten koste van alles wat hij bezat. Velen vragen naar de betekenis hiervan, omdat Christus in de schrift wordt voorgesteld als een gave. Hij is ook een gave, maar slechts voor hen die zich zonder voorbehoud aan hem overgegeven hebben, namelijk lichaam, ziel en geest. Wij moeten ons overgeven aan Christus om een leven te leiden van bereidwillige gehoorzaamheid aan al zijn geboden. Alles wat wij zijn, Alle talenten en gaven die wij bezitten zijn van de Heere om te worden gebruikt in zijn dienst. Als we ons zo volkomen aan hem overgeven, heeft Christus zich met alle schatten van de hemel aan ons ook overgegeven. Dan verkrijgen wij deze kostbare parel. In hetzelfde boek, zelfde titel, van de parel van grote waarde. En op dezelfde bladzijde staat nog een citaat. Hier wordt ons duidelijk gemaakt. Het evangelie van Christus is een zegen die iedereen kan bezitten. Zowel de armsten als de rijksten kunnen de zaligheid kopen. Want wereldse rijkdommen kunnen deze niet verschaffen. Ze worden verkregen door bereidwillige gehoorzaamheid, door ons aan Christus te geven als een bezit dat hij heeft gekocht. Zelfs de beste scholing kan op zichzelf niemand nader tot God brengen. De fariseeën hadden alle tijdelijke en geestelijke zegeningen gekregen en zeiden vol trots: wij zijn rijk en verrijkt en hebben aan niets gebrek. Toch waren zij, zoals Openbaring 3, vers 17 zegt, ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Is dit anders vandaag voor Gods volk? Met al wat het nu tot nu toe heeft gekregen, een kostbare licht om te zien waar anderen het niet zien. Om te begrijpen de dingen die hierna ook zullen komen. Mijn geliefden, Christus zegt het hier in Mattheüs 21, vers 31. Christus bood hun de kostbare parel aan, maar ze verwaardigden zich niet deze te aanvaarden. Het licht is tot hen gekomen, maar de duisternis heeft liever de duisternis liefgehad. Daarom zei Jezus tot hen: de tollenaars en de hoeren gaan voor u in het koninkrijk Gods. Mijn geliefden, Christus staat binnenkort terug te keren. Laten wij ons ook daarop voorbereiden. Wat zal er plaatsvinden voordat Christus terugkomt? Mijn geliefden, er is in het begin van het werk een vroege regen geweest, de uitstorting van de Heilige Geest toen, en dat zal in grotere mate aan het einde ook gebeuren. Daarom ook een volgende citaat op bladzijde 68, om ons dieper tot nadenken te zetten en te brengen. Hij zegt dan: deze gebeurtenissen zullen met groter kracht herhaald worden. De uitstorting van de Heilige Geest op de dag van het Pinksterfeest was de vroege regen, maar de late regen zal nog overvloediger zijn. De Geest wacht op onze vraag en onze aanvaarding. Christus zal opnieuw in volheid geopenbaard worden door de kracht van de Heilige Geest. De mensen zullen de waarde van de kostbare parel onderscheiden en met de apostel Paulus zeggen: maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Filippenzen 3, de versen 7 tot met 8. Mijn geliefden, de tijd is nabij. God houdt ontzettend veel van u. En ook wil hij u ook verlossen. Wij weten dat de tijd is rijp. Maar laten wij niet alleen staren naar de tijd, maar laten wij gehoor geven, zoals de Bijbel zegt, koop de tijd uit. Nu dat wij de tijd hebben, laten wij het zodanig benutten en gebruiken. Want de Heer Jezus komt spoedig terug. Mogen de Heer ons door de liefde van onze barmhartige hemelse Vader aan zo genadig zijn en dat wij juist de Heer dank in alle dingen wil brengen onder de leiding en hulp van zijn Heilige Geest.